Het is er tijd voor. Over de rooien. Dames en heren, een applausje voor Nick. We geven je nu alvast applaus, want jij durft het gewoon aan. Ja. Ja. Wie gaan we in de zeik nemen vandaag? Mijn vader. Oh, ja, alweer, ja? Leuk. Gisteren hadden we ook al een vader. Ja, pappy. Ja. Nice. Ja, en woon je nog thuis? Jazeker. Maar straks niet meer. Ik hoop het wel. Maar waar is hij nu en waar ben jij dan? Hij is thuis en ik ben buiten. Oké, dus je gaat hem ook expres even buitenshuis fucken. Nou, we zijn heel erg benieuwd. Hoe heet je vader? Robert. Nou, dan gaan we Robert nu voor je bellen. Dat doen we natuurlijk anoniem. Als hij vraagt, belde jij net ook al gewoon ja zeggen. Mm-hmm. En daar ga je. Succes, man. Ja, is goed. Dankjewel. Robert Schuis. Hey, pap, met mij. Ja? Hallo? Hi. Wil je dat, ik moet even wat vertellen. Ik, ben net opgepakt. En, Ja. Hoezo? Ik, had een blow gerookt in mijn auto. En toen werd ik aangehouden. Toen hebben ze mijn auto dus op. En daar lag in, een zak met heel veel pillen. Ben je nou helemaal van de ratten besnuffeld in mijn ziel en mijn goal? En nu? Ja, nu moet ik. Nu word ik morgen verhoord. En ik denk dat ik voorlopig nog even moet blijven. Nou, dan heb je een nieuw bed gevonden in imbeziele klootzak. De mazzel. Nee, ja. Hallo? Oh, hij hangt op! Nou, ik bloed eigen vader aan. Hij hangt op. Bellen we even terug, Glenn. Ja? Bellen we even terug. Hoi, hoi, hoi. Imbeciele man. Imbeciele klootzak. Ik heb een nieuw bed gevonden. Ik zei het al, ik heb het voorspeld. Mijn gang blijven, ik ga je niet halen. Nee. Robert, Bob. Je spreekt met Daniel en Ivo van Radio 538. Het was een geintje. Nou. Geintje? Ja. Lekker geintje dan. Ja, nou op zich wel goed nieuws voor Nick, man. Ja! Gefeliciteerd, je wint een lasergame arrangement voor twee personen. Hoor je dat, Robert? Dan kun je hem even kapot schieten met de laser. Voor twee personen bij Lovers Power Zone. Plus vier tickets voor New Year's Eve XL in de Festival Dome in Utrecht. Op woensdag 31 december. En deze prijzen worden je aangeboden door Club Judge. Ja, ben je in de maling genomen of zo? Ja, dit tweede deel was bloedserieus. Dit was echt. Je bent net ben je in de maling genomen. En nu, dit is gewoon voor het echt volle prijzen. Hij krijgt prijzen. Ja. Oh. Top. Oh, oké. Nog wel een vraagje of hij gewoon thuis mag slapen. Mag hij gewoon wel thuis slapen? Ja hoor, tuurlijk. Ze klinken ook identiek, die twee. Dat vind ik leuk. Mannen, fijne avond. Hoi, hoi. Dankjewel. De avondploeg.